Wij Nederlanders zijn vertrouwd met het water. Maar het water voor 100% vertrouwen zullen we nooit. Dus bouwen we dijken, leggen we polders aan en veroveren we steeds meer land. Zo worden we steeds slimmer in het beteugelen en exploiteren van dat water. Voor onze veiligheid en voor ons profijt. De lessen uit het verleden hebben ons veel geleerd. Onder andere hoe we water kunnen keren en beheren. Het keren van water op risicovolle locaties en het beheren ervan in bijvoorbeeld stedelijk gebied voor multifunctioneel grondgebruik of op bestaande bergingen. Deze zaken lossen we op met tijdelijke waterkeringen die allemaal zijn te vinden op waterwindow.nl. De online etalage voor wateroplossingen. Er zijn in ons land veel organisaties, zoals 23 waterschappen, bedrijven, gemeenten en overheid, die gebaat zijn met het meest economische, efficiënte en betrouwbare gebruik van deze tijdelijke waterkeringen. De aanschaf is relatief duur in verhouding tot het gebruik. Het Hoogheemraadschap van Delfland vraagt zich daarom af of we deze innovatieve keringen met elkaar slimmer kunnen inzetten. En welke partijen de belangrijkste rollen keer op keer kunnen invullen. Wie heeft de tijdelijke waterkering straks nodig? Hoe organiseren we de communicatie op het moment dat deze middelen straks nodig zijn? Moet alles opgeslagen worden op een centraal punt? En wie zorgt ervoor dat al deze materialen klaarstaan op het moment dat het nodig is? Wie heeft de kennis en de capaciteit om zorg te dragen voor het materiaal? Wie kan het transport van deze tijdelijke waterkeringen verzorgen? Wie kan er bij onbegaanbaar gebied komen? Wie heeft ervaring met de installatie van deze waterkeringen? En wie kan daar altijd voor zorg dragen op het moment dat ze nodig zijn? Welke productiecapaciteit is er nodig? En is er voldoende materiaal beschikbaar om ook aan complexe aanvragen te kunnen voldoen? Kortom, wie doet wat? Wat zijn de voorwaarden voor succes? En hoe kunnen we onze krachten succesvol bundelen? We zijn benieuwd naar uw ervaringen en horen graag uw ideeën.